Van harte welkom allemaal bij Meis op Zondag vanuit de Orangerie bij Café Onkel Jan. Vandaag bij mij aan tafel emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens en tevens kroonlid bij de Ster. En meester Emily van Empel, deken van het arrondissement Breda Tilburg. En die ons alles zal vertellen over haar werkzaamheden als deken. En wat wij moeten doen als wij problemen hebben met onze advocaat. En met Leo Stevens ga ik het hebben over geloofwaardig belastingheffen. We gaan het dus ook hebben over zijn nieuwe boek dat vorig jaar verschenen is in 2016 over geloofwaardig belastingheffen. Welkom. Goedemorgen. Ja. Is dit boek nog geschreven in verband met de verkiezingen? Zou ja, u zeker, het kabinet nog wel iets willen vertellen? Ja, zeker. Het is juist geschreven met het oog op de verkiezingen. Omdat ik mij grote zorgen maakte over de gang van zaken rondom de verkiezingen. Het grote aantal partijen dat we hebben, de versplintering. En dat het heel erg belangrijk is om in deze tijd zoveel mogelijk samen te werken. Dus samen te zorgen voor een goed belastingstelsel. Dat kan beter. Dat heeft in de afgelopen periode helaas te veel aan geloofwaardigheid ingeboet. Dat moet dringend worden hersteld. Maar alle partijen hebben daar hun eigen opvattingen over, helaas. Weinig bereidheid om samen te werken. Hoe komt dat nou? Ja, omdat politici kennelijk niet zozeer van nature geneigd zijn om elkaar iets te gunnen om samen wat op te bouwen. Ondernemers weten precies hoe dat moet. Als je onderneemt en de partners niks gunt in het proces, dan krijg je nooit iets moois voor elkaar. En dat is overal is in verenigingsleven, dus bij een carnavalsoptocht, als je niet samen wil werken, dat kun je nu overal rondom je heen zien. Dus dat van de lassers, de plakkers, tot en met degene die de ICT en de grote technologische instrumenten in die carnavalswagens, als je dat niet bundelt, komt er niks voor elkaar. Maar het is gewoon ontzettend leuk om te zien in die bouwschuren hoe van hoog tot laag, laag opgeleid, hoog opgeleid, iedereen samenwerkt en iets prachtigs tot stand brengt. Politici zouden daar eens naar moeten kijken en dat stemt tot navolging. Als zij dat ook zouden doen en niet eigenlijk pontificaal voor de camera komen zeggen wat ze niet willen, dus wij willen niet samenwerken als je dat en dat niet doet, dan ben je op de verkeerde toer. Het is zo belangrijk dat je dus kijkt naar elkaar, elkaar in de ogen kijkt, wat wil je bereiken en hoe kunnen we dat samen tot stand brengen. Op voorwaarde natuurlijk dat ook de samenleving in zijn totaliteit ten goede komt. Maar daar kun je over praten met z'n allen. En dat doen ze niet? Doen ze niet, te weinig, veel te weinig. En daar hebben ze soms een steuntje in de rug bij nodig. Maar, ja, en daarom heeft u dat boek geschreven. Zeker. Maar zouden ze het allemaal nog gelezen hebben? Ja, politici lezen zich te pletten, dus die zullen dat wel gelezen hebben. En bovendien kan ik u zeggen dat ik niet alleen hier bij u aan tafel zit, maar ook in heel veel andere hoedanigheden met politici verdachten wisselt. Het kost heel veel moeite. En ik heb ook al gezegd, de geloofwaardigheid van het stelsel moet nadrukkelijk worden versterkt. En er zijn ook duidelijke voorbeelden van, dus waar ik het ook allemaal uitwerk. Want dat is dan ook maandenlang monnikenwerk geweest om dan ook niet alleen maar te zeggen het moet beter, maar dat je ook gaat opschrijven hoe het beter zou kunnen. Ja, en nou, het kan op veel plaatsen beter. Dus het zou eigenlijk om electorale redenen is dat dus nu, om zoveel mogelijk stemmen te krijgen, dat ze niet willen luisteren. Ja, ik ben van nature, ik heb altijd het onderwijs gezeten en dan ben je van nature een optimist, een idealist. Ja, je moet iedere keer niet gaan kijken van wat is allemaal zo slecht. Nee, ons land is op een fabelachtig goede manier georganiseerd. Er is heel veel goed op orde. Maar het kan beter. En dat is in het onderwijs waar je altijd mee bezig bent, om te kijken hoe het beter kan. Want het ironische is natuurlijk dat van het huidige belastingstelsel, dat u daar de geestelijk vader van bent. Ja, ik moet altijd zeggen, te veel eer. Maar goed, ik heb er nadrukkelijk aan gewerkt. Ja. En daar heel veel over geschreven. Ja, zeker. En gepubliceerd. Wat is er nou zo
ontzettend ongeloofwaardig geworden. Waardoor mensen het eigenlijk de Belastingdienst ook niet meer vertrouwen. Te meer daar, ja, u bent zeer actueel op het ogenblik met uw boek. Omdat pas bekend is geworden dat het een grote puinhoop bij de Belastingdienst is. En dan denk ik, daar hebben wij dan toch een bewindsman zitten. Die eigenlijk van huis uit werktuigbouwkundige is. Ik bedoel, is dat van invloed? Is er voldoende kennis volgens u? Ja hoor, en bovendien is het ook bepaald geen puinhoop bij de Belastingdienst. Dat is het beeld dat in actualiteitenrubrieken vaak naar voren komt. En er zijn dus in de leiding van de Belastingdienst ook duidelijk fouten gemaakt. Maar het is een arsenaal van 30.000 mensen die daar elke dag hun stinkende best doen om dat werk dat gedaan moet worden ook zo goed mogelijk te doen. En dat gebeurt ook. He, dus u krijgt uw aanslag op tijd in de meeste gevallen. Dus 98% van alle gevallen gaat denk ik vlekkeloos goed. En waar het over gaat, waar de mensen zich terecht over opwinden, dat is net die 2% waar het dan misgaat. Maar dat zit dan voor een heel groot gedeelte in, niet bij de Belastingdienst zelf, maar ook bij de politici die wetten maken die niet voldoende getoetst zijn van tevoren op de uitvoerbaarheid. In de praktijk, ondernemers zullen veel meer een bepaald plan ontwikkelen, maar die gaan ook kijken van hoe kan ik dat realiseren. En in de politiek is waarschijnlijk toch de bereidheid om de uitvoeringsaspecten van alles te bekijken, door de hectiek van de politiek, is dat vaak een ondergeschoven belang, komt onvoldoende uit de verf en dan zit de Belastingdienst aan de uitvoering mee opgescheept. Dus dit gaat meestal goed in de politiek en daar is het boek ook afgestemd. De regelgeving moet daar meer rekening mee houden en de ongeloofwaardige elementen die erin zitten en waar mensen zich geweldig aan storen op dit moment, die moeten zoveel mogelijk naar voren komen om verbeterd te worden. Wat zijn nou volgens u de grootste onrechtvaardigheden op het ogenblik in het huidige stelsel? Ja, hoeveel stelsel? Tijd heeft u? Nou, kijk, die dingen die evident niet kloppen is bijvoorbeeld de talloze ficties in de belastingwetgeving. De rechterlijke macht wordt er ook steeds mee geconfronteerd in de wetgeving. Niet alleen in de fiscaliteit, maar overal werken we heel veel met ficties. Maar je moet heel voorzichtig zijn met ficties. Want wanneer ficties zich in te grote mate toch... Ficties? Ja, dat is dus eigenlijk een beetje nep. Dus het is tegenwoordig dan dat je veronderstelt dat iets op een bepaalde manier loopt, terwijl iedereen weet dat het in de werkelijkheid anders is. Een voorbeeld is heel duidelijk een irritante fictie waar veel mensen zich op dit moment aan storen. Dat is dat als je vermogen hebt, dan is de gedachte, de fictie, de wettelijke fictie, tot en met 2016 was dat heel duidelijk, Simon. Je wordt geacht 4% als rente erop te krijgen, op je spaartegoed. Ja. Terwijl elke spaarder, kijkend naar zijn spaarbankboekje, ziet, dat krijg ik never nooit. Wel in het begin van de wet, dus toen die is gekomen, 2001, toen klopte die 4%. Maar die is nadien is dat veel lager geworden, dat rentebedrag. En dan moet je niet koet vasthouden aan die fictie, maar dan zul je dus ook de wet moeten aanpassen. En moet je dus ook dat percentage lager stellen. Als je dan vasthoudt aan die 4%, terwijl alle wegen erover wordt geklaagd en alle professionals ook zeggen, dit klopt niet meer. Dan moet je niet als politicus toch maar jouw zin doorzetten. En wat er nog erger is, dat nu, begin van dit jaar, daar nog een fictie overheen gelegd is. Namelijk dat je nu ook nog eens wordt geacht dat als je een groot vermogen hebt, dan heb je dus volgens de wettelijke fictie ook een hoger rendement. Die kan oplopen tot 5,5%. Nou, dan moet je denk ik al van verrekte goede huizen komen als je dat rendement kunt behalen. Als je daar toch de mensen op aanslaat en daar belasting over laat betalen, dan voelt de burger zich genept. Dan denkt hij van ja, als de wetgever, de Belastingdienst, mij dus aanslaat op die basis, terwijl dat niet de werkelijkheid is, ja, waarom zou ik dan eigenlijk mij steeds maar nadrukkelijk vasthouden aan de feiten zoals die in mijn bedrijf zich hebben vastgelegd? Dus het werkt belastingfraude in de hand? Ja, of ontduiking van de belasting? Ja, in ieder geval, laten we zeggen, een heleboel onvrede werkt het in de hand. En
waar onvrede zich in vertaalt. Dat kan inderdaad zijn ontduiking. Dat kan ook zijn frustratie, die we nu overal in de samenleving ook tegenkomen. Op allerlei terreinen waar de politiek te markant aanwezig is. Kijk naar de ZZP-problematiek. Dat is eigenlijk eerst door de politiek veroorzaakt, doordat men een zelfstandige aftrek geeft die het ZZP-schap heel erg aantrekkelijk maakt. En vervolgens hebben we een geweldige groei gezien tot 1 miljoen ZZP'ers op dit moment. En gaan we zeggen, het is uit de hand gelopen. Maar dan gaat men nu eigenlijk al die ZZP'ers gaan men weer opnieuw screenen. Wordt de Belastingdienst met ontzettend veel werk opgezadeld om te beoordelen wanneer is iemand werkelijk zelfstandig en wanneer niet. Dat kun je bijna niet beoordelen. En dat wordt alleen maar veroorzaakt door die achterliggende gedachte dat die ondernemers, die ZZP'ers, want ze zijn ondernemers, wettelijk gezien, die krijgen een grote tegemoetkoming. En dat geeft een geweldige zuigkracht. Ik denk dat de muzici hier ook dat wou ik net zeggen. ZZP'er zullen zijn, lijkt mij aan. Ja. En waarom bent u ZZP'er geworden? Gemakkelijker, mits er geen misbruik wordt. Plus verdeling natuurlijk, want u krijgt 8000... 7200 zelfstandig aftrek, met misschien nog eens een keer een starterstoeslag erbij. Ja, maar die startersaftrek houdt op een gegeven moment op. Je hebt inderdaad aftrek, je hebt meer aftrek. Dus in ieder geval, als je dus ziet dat twee mensen, dus de ene die in dienstbetrekking werkzaam is en die 20.000 euro loon heeft en de andere is ZZP'er voor 20.000, dan zie je dat die ZZP'er over de eerste ruim 7.000, en kan oplopen tot bijna 10.000, helemaal geen belasting betaalt. Ja, dan wil iedereen graag ZZP'er worden. Dus we hebben het zodanig aantrekkelijk gemaakt, dat moet uit de hand lopen. Maar dat is een herstel van, of een herhaling van zetten. Dat zie je overal waar men gaat faciliteren, dus men heeft het ondernemerschap nadrukkelijk willen faciliteren, dan krijg je dat het zo aantrekkelijk wordt dat het gewoon een grote omvang aanneemt. En dan weet men niet meer goed hoe men dat weer terug moet dringen tot de normale proporties. Omdat men het niet kan toepassen. Dus bij de eigen woning exact hetzelfde. Nou, maar ik heb begrepen dat Wiebes het ook niet aan, ondanks dat hij wel het wil hervormen, dat hij toch die rendementsheffing niet wil aanpassen aan de lage rentestand. Ja, dat is politieke eigenzinnigheid die niet verstandig is. Dus, maar ik heb ook met hem over dit probleem gesproken. Maar men moet politiek nog die draai maken. En dat is eigenlijk wat ik zeg, je moet geloofwaardig willen zijn naar de burgers. Je moet geen spelletje spelen, je moet gewoon zeggen waar het op staat. Hij zegt, de Belastingdienst kan het niet uitvoeren. De Belastingdienst kan een heleboel. En dit kunnen zij, naar mijn mening, zeker wel uitvoeren. Want als jij dus niet voor niks, dat we zojuist ook spraken over de ZZP'ers. We hebben 1 miljoen ZZP'ers, die moeten gewoon precies hun inkomen aangeven. En de Belastingdienst kan dat controleren, zegt men. Nou ja, neem ik aan dat waar is. Als je dat voor een miljoen ZZP'ers... Ja, dat neemt u aan dat waar is. Ja, maar als je dat voor 1 miljoen ZZP'ers kunt, ja, die 50.000 vermogende mensen, waar je nota bene ook nog eens een keer alle gegevens via banken en verzekeringsmaatschappijen, et cetera, bij de Belastingdienst aangeleverd krijgt, dan moet je het daar toch ook gewoon op basis van de werkelijke vermogensinkomsten kunnen vaststellen. Dat is toch geen probleem. Dus nee. Niet veranderen in de verkeerde richting. Hij had het allemaal nu even een jaartje moeten laten voortbestaan. En intussen daar moeten zeggen, in 2018 kom ik met het alternatief. De Belastingdienst gaat mensen belasten op basis van het werkelijk genoten rendement. Ja. Wat zijn er dan nog meer voor taboe dossiers die vastzitten, muurvast? Want dit is vast niet het enige. Nee, maar een voorbeeld is, ik noemde het al even, de eigen woning. Die hebben we ook zo nodig gestimuleerd op goede gronden. Maar zodanig sterk gepromoot dat je ook moet zien dat geweldig veel eigen woningbezit tot stand is gekomen. In het begin is het een goede zaak, maar de inkomensverhoudingen zijn daardoor totaal scheef getrokken. Wij hebben een periode gehad, tot voor kort was het 12 miljard per jaar werd gesubsidieerd voor de eigen woning. Van die 12 miljard kwam 3/4 terecht bij de hoogste inkomens. En van de andere kant moet ik dan iedere keer wel weer mijn studenten uitleggen dat wij een belasting heffen naar draagkracht. Terwijl iedereen gewoon
kan aanvoelen, daar klopt helemaal niks van. Dus je moet geloofwaardig zijn. Je moet vooral naar draagkracht willen heffen en zo weinig mogelijk daarin proberen afwijkingen in te bouwen. Als je dan de hypotheekrenteaftrek aftrekbaar gaat maken, dan moet je zien dat dat ten gunste van de hoogste inkomens gaat. Dan moet je hartstikke goede argumenten hebben als je dat wil bepleiten. Nou, die argumenten zijn te zwak gebleken, dan loopt het uit de hand en dan komt de geest niet meer in de fles en dan krijg je reparatieregels. He, waardoor nu we met een eigen woningssysteem hebben, waarvan ik eerlijk moet zeggen, ik heb het nog extra even nagekeken, het zijn 12 pagina's wetteksten. 12 pagina's. Nou, toen ik in 2001 hier met de huidige wet rond was, toen was het eigenlijk een fluitje van het cent. Toen was het eigenlijk heel snel geregeld. Nu hebben we eigenlijk heel ingewikkelde bepalingen over hoe je moet aflossen. Is helemaal niet nodig eigenlijk, die, ze noemen het annuitaire aflossingen. Nou, annuïteit is iets wat bij de rechterlijke macht, zoals de wiskunde erbij komt, dat laten ze al afweten. Dus ze kunnen het nog eens niet goed controleren en de Belastingdienst weet het ook niet. Bovendien hebben we twee systemen naast elkaar, een oude regeling en een nieuwe regeling. Terwijl niemand meer weet wat een oude regeling en wat een nieuwe regeling is. Dus ja. dat mondt uit in chaos. Dat moet je niet willen. Er zijn duizenden belastingmensen met een riante regeling. Nu net hebben ze op non-actief gesteld. Dus wat gebeurt er allemaal met dat geld? Ja, dat is dus weer een totaal ander probleem. Zijn niet allemaal. Ik ga straks met u over de oplossingen praten. Ja. Wat we hier dan aan moeten doen. Het is tijd voor de muziek. Katrien zingt Ian Janis. Janis Ian. De dagen, ze gaan. Ik kijk televisie in het middaguur. Als ik alleen word, dan zijn de stemmen van de mensen en de ruimte dicht bij me. Ik ben niet bang. En de computer houd in de gaten of ik iets mis. En altijd radio. En voor een kwartje bel ik God. Ben je daar? Heb je het zwaar? Geen gevaar. Ben je daar? En in de winter extra dekens voor de kou. Maakt de kachel veel te oud. Ik ben wijzer nu echt waar. Maar nog steeds als een gek zo gek op jou. Ik zag je vrouw. Ze is heel leuk, wat zal ik zeggen? Ik zag haar per ongeluk. Ik stelde me nooit voor je zo weer te zien. Het staat je goed, ik ben niet bang. Je hebt een prachtig huis. Het is een plaatje. Nee, ik woon alleen. Dat leek me simpeler, want jij weet vast nog wel wat voor een hekel ik aan feesten had. Nacht in touw, prachtige vrouw, je hebt een prachtig mooie vrouw. En in de winter extra dekens voor de kou. Maakt de kachel veel te oud, jij nu samen met je vrouw. Ik ben alleen voor eeuwig, niet meer samen nu. En in de winter extra dekens voor de kou. Wandi, en in de
alleen, voor eeuwig niet meer samen nu. Door muziek kun je toch altijd de triviale dingen eens even een poosje vergeten. Ja, en de ernstige zeker. Problemen ook. Zeker als het mooi is. Ja. Emilie, de eerste vrouwelijke deken van Breda, van het arrondissement Breda-Middelburg. Wat zijn nou de voornaamste werkzaamheden van een deken? Want ik dacht vroeger bij een deken eigenlijk altijd alleen maar aan iemand van de katholieke kerk. En dat waren zeker altijd mannen natuurlijk. Ja. Ja. een deken van de Orde van Advocaten is toezichthouder. Tegenwoordig zelfs, en dat was niet toen ik begon als deken, ben je toezichthouder in de zin van 3 formele wetten. De advocatenwet, de algemene wet bestuursrecht en de WWFT, de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroristische activiteiten. Dat klinkt allemaal heel hoogdravend, maar het is ook heel serieus. Advocaten zien wij graag als een onderdeel van een van de belangrijke pijlers van de rechtsstaat. En als zodanig is het dan dus ook belangrijk dat ze zich zowel die positie als wel alle daarbij behorende ethische gedragsregels bewust zijn. En daar wordt op gecontroleerd door de deken. Dat betekent dat alle regels waar advocaten aan moeten voldoen, die zijn allemaal vastgelegd in een reglement en allereerst in een verordening op basis van die advocatenwet. Die worden jaarlijks gecontroleerd in een soort van aangiftebiljet, wat dan weer een klein bruggetje is ook naar de fiscaliteit. Want daar hebben wij dat allemaal als Nederlandse burgers, althans als belastingplichtige Nederlandse burgers. Advocaten moeten allemaal ieder jaar laten weten hoe zij voldoen aan die verplichtingen uit de wet en regelgeving. En daarnaast worden ze bezocht door de deken. Dan krijgen ze een kantoorbezoek en daarbij krijgen zij de gelegenheid om aan de hand van lijsten met vragen om daar nog eens wat dieper op in te gaan. Ook te laten zien hoe goed zij het doen. Want dat is de positieve insteek die ik altijd aan de kantoorbezoeken heb willen geven. Wij zijn in dit arrondissement met het Haagse zijn wij de vooruitlopers geweest van dit toezichtinstrument. Dat je als deken naar een kantoor toe gaat en zegt, jullie weten wat de regels zijn. Het is een gekozen functie, hè? Ja, het is een gekozen functie. Je wordt door je balie gekozen. Dat worden alle leden van de Raad van de Orde. Die worden allemaal gekozen. De advocatenwet is een wonderlijk hybride geval van bestuursrecht en verenigingsrecht. En het verenigingskarakter vertaalt zich dan in het kiezen van je toezichthouder. En dat maakt het heel anders dan alle andere toezichthouders in ons land. We zijn de enige gekozen toezichthouder. En zolang er advocaten zijn, waren er ook dekens? Of is het een functie die later... Het is later gekomen. Advocaten kennen we al heel lang. Keizer Claudius had het al niet op ons begrepen. Dus zo lang zijn we er al. Ja. Als we kijken naar de meer recente geschiedenis, dan bij de Franse Revolutie werd de stand der advocaten, net als alle andere standen, afgeschaft. En hoewel Napoleon zoon van een advocaat was overigens, had hij de pest ook aan advocaten. Want dat zijn nogal eigenzinnige en dwarse mensen natuurlijk, die altijd vooral tegen de staat proberen aan te schoppen voor hun cliënten. Hij heeft ontdekt in de loop van het eerste decennium van de 19e eeuw dat het toch onvermijdelijk was dat daar weer een soort ordening werd aangebracht. En zo kwam er in december 1811 een decreet, een reglement waarbij in het Napoleontisch bestuursgebied de advocatenstand weer werd ingevoerd. En toen kwam er na enige tijd, we hebben dat overgenomen nadat Napoleon dat niet meer voor te vertellen had, kwam er een regeling dat als je nou 35 advocaten had
in een arrondissement, want die regeling die was door Napoleon voor het hele bestuursgebied, dus waar Nederland ook in viel, was die ingezet op basis van loopjes van rivieren waren onze arrondissementen afgebakend. Het uitgangspunt voor kantongerechten was dat je daar lopend of op zijn hoogst te paard binnen een halve dag moest kunnen zijn, want daar moest dan de burger het allerprimairste recht kunnen halen. Goed, die arrondissementen hadden dus advocaten die daar gevestigd waren. Die waren dan ingeschreven bij de rechtbank. En als er nou 35 waren, dan mocht je een raad van toezicht hebben. En een raad van toezicht is altijd voorgezeten door een deken. En dat werd aanvankelijk helemaal niet gekozen. En naar onze idee het nu van de trias politica en de scheiding der machten, vreemd genoeg, werd dat ingesteld aanvankelijk door de rechtbank. Werd die raad van toezicht en die deken werden aangewezen door de rechtbank. Later is dat zelfs nog een tijd lang de procureur geweest, dus de officier van justitie. Tot we in de tweede helft van de 19e eeuw min of meer naar het huidig model zijn gegroeid. De orde van advocaten in Breda is van 10 juni 1845. Dus dat was de datum waarop wij 35 advocaten en hadden. En de dekens zijn dus in dit arrondissement tot 2010, dat zijn altijd mannen geweest. Ze zijn altijd mannen geweest. Nou, we komen daar straks nog even over wat jij allemaal hebt moeten doen om de eerste vrouwelijke deken hier in dit arrondissement te worden. Maar om nou praktisch gezien in het dagelijks leven waar de gewone burger dus mee te maken krijgt met de deken, dat is als er klachten zijn over advocaten. Als jij vindt dat je advocaat jouw belangen niet optimaal behartigt, dan kom je bij de deken terecht, of is daar nog iets tussen? Is er nog een klachtenregeling bij de advocaten zelf? Ja, als het je eigen advocaat betreft, dan moet je eerst de interne klachtenregeling van het kantoor doorlopen. Je moet eerst kijken of er een remedie mogelijk is. We gaan niet onmiddellijk de tuchtrechtelijke weg in, maar als blijkt dat dat niet kan, of de cliënt legt uit waarom hij vindt dat hij dat niet kan, dan wordt daar geen halszaak van gemaakt en dan gaan wij het in het decanale onderzoekscircuit voorafgaand aan het traject bij de tuchtrechter, bij de Raad van Discipline en eventueel het Hof van Discipline gaan wij het behandelen. En heb je veel zaken? Hebben wij veel klachten, bedoel je? Ja. Nou, jij. Klachten. Klachten zijn niet alleen van de eigen advocaat. In het huidige tijdperk waar iedereen zoveel mondiger is geworden en zich zoveel meer bewust is van het ik, hebben wij gemerkt dat vooral toegenomen zijn de klachten over advocaten van de tegenpartij. De wederpartij, zoals wij het dan liever noemen. Ik heb het even heel snel nagekeken aan klachten tegen de advocaat van de andere partij hebben we 41% gehad tegenover 39% over de eigen advocaat. En dat is toch wel, het is wel maar marginaal, maar het is toch vrij behoorlijk. Want als je klaagt over de advocaat van de andere partij, dan is de toets of die advocaat onjuist heeft opgetreden of onjuist tegenover jou zich heeft gedragen, die is veel zwaarder. Want immers, die advocaat moet zorgen voor de belangen van zijn eigen cliënt. En dat ben jij als klager van de advocaat wederpartij natuurlijk niet. Kan je een voorbeeld geven van zo'n zaak, bijvoorbeeld waar je op moet treden? Wil je zo'n kwestie van een advocaat wederpartijklacht of van juist de eigen advocaat? Nou, waar jij mee geconfronteerd wordt. Dat is een heel breed scala. Je interessantste zaak. Ja, als ik die zou vertellen, dan is die herleidbaar. Dus dat zal ik maar niet doen, want dat mogen wij niet. Nee. Dat mogen we niet alleen als deken niet, maar dat mogen als advocaat al helemaal niet. Je hebt uiteraard veel klachten in het echtscheidingsrecht. En nu we zoveel vechtscheidingen hebben, loopt dat alleen maar parallel op. In het arbeidsrecht is het even iets minder nu het arbeidsrecht gewijzigd is. Maar ook daar kun je voorstellen dat mensen zich heel indringend benadeeld kunnen voelen doordat zij het idee hebben dat hun advocaat hun belangen niet optimaal heeft behartigd.
Je ziet in echtscheidingsrecht heel veel commentaar op wat de advocaat heeft gedaan voor het bereiken van de meest optimale regeling, bijvoorbeeld voor de kinderomgang. En dat is nog niet zo makkelijk. Ook de opvatting over hoe alimentatie nu wel of niet door de rechter wordt vastgesteld en hoe dat dan al dan niet adequaat is aangereikt door de advocaat. Daar willen de meningen van partijen nogal eens enorm uiteenlopen. Ook omdat dat is niet statisch, dat verandert natuurlijk. Je begint met je advocaat, met een proces. En gaandeweg veranderen de omstandigheden om jou heen, je eigen beleving van jouw zaak. Terwijl je advocaat eigenlijk steeds de vaste procesweg moet bewandelen. En het lijkt me zo dat je daar ook dat je daar zo snel mogelijk toch mee moet zijn om daar een oplossing voor te vinden. Want daar zijn kinderen bij betrokken. En hoe langer die in zo'n vechtscheiding zitten, hoe nadeliger dat natuurlijk voor die kinderen is. Ja, dus op het ogenblik staat het erg in het brandpunt van de belangstelling. En er zijn dus ook al mensen die propageren dat je een gezinsadvocaat krijgt voor alles wat met die situatie te maken heeft. Maar zo eenvoudig is dat ook niet te realiseren. Want Emily, als je nou klachten over de deken hebt, ja, waar kunnen mensen dan terecht? Dat gebeurt, Jeanette. Dat is geen probleem. Daar wordt allemaal in voorzien. En dat gaat als volgt. Je moet altijd klagen in het arrondissement waar de advocaat, de deken is een advocaat, gevestigd is. Dus een klacht over mijzelf krijg ik binnen. Ik moet hem dan toesturen aan de voorzitter van het Hof van Discipline. En ik moet dan die voorzitter vragen om een deken aan te wijzen om die klacht tegen mij te behandelen. En dat gebeurt ook. Dat kan dus de deken uit Noord-Nederland zijn, maar ook die uit Limburg, Den Haag, Rotterdam, Midden-Nederland, Amsterdam. En de deken krijgt dus ook wel eens ongelijk dat hij dat niet goed opgelost heeft of daar te lang over gedaan heeft. Ik heb net de cijfers van de Raad van Discipline gezien en het wil wel eens gebeuren. Maar het zou best kunnen dat dat maar één keer per jaar is. Eén keer per jaar? Ja. Nou, dat voor 11 dekens in dit land. Ja. Dus dat valt reuze mee. Hoeveel arrondissementen hebben we? 11. 11. Nou, ik wil het straks nog even hebben over het dekenberaad, want jij doet natuurlijk nog veel meer. We krijgen nog een gesprek met jullie beiden. Maar we gaan eerst nog weer even naar de muziek luisteren. Er zijn mensen wiens leven door uitputting stilvalt. Als een uurwerk dat stopt na een leven lang werk. Soms leidt een leven als een afgetrapt paar sneakers dat niemand meer draagt. Verdrietig maar waar. Als er niemand die het doorhad. Was er niemand die iets zei? Was er niemand die hen lief had, zoals jij houdt van mij? Er zijn mensen wiens ogen niet langer dromen, te moe om te zien. Zelfs voor slaap. Soms lacht een mens als hij eigenlijk moet huilen. Zonder te weten waarom. Was er niemand die vertelde wat een zoon niet is bedoeld? Was er niemand die hen lief had, zoals jij houdt van mij? Soms
vraagt een mens waar die tranen voor zijn. Waarom die moeite, waarom geprobeerd? Soms wacht een mens met kou in zijn hart, totdat hij wordt gekust. Is er niemand om te zeggen? Is er niemand die het ziet? Is er niemand die hen lief heeft, zoals jij houdt van mij? Want dat is mooi, Katrien. Dit heb je zelf vertaald, hè? Ja, Mensenleven. Ja, de Engelse titel is? Some People's Lives. Ja, mooi. Silence. Dankjewel. Valt er in jullie werk ook wel eens iets te lachen? Gelukkig wel, hè? Ja, veel meer dan men denkt. Nou ja, ik keek zo eens even. En toen dacht ik van, goh. En vindt uw vrouw het ook altijd wel leuk? Nee, niet altijd leuk, dat is logisch. Tenminste, dat ik daar zo nadrukkelijk mee bezig ben. Zij zegt dan eigenlijk ook wel vaker, lees eens een boek. En dan zei ik, ja, maar ik lees al zoveel boeken. Ja. Ja, maar ze zei, lees eens een literair boek. Lees ik ook wel, maar ik stop een heleboel energie in dikke dossiers bij de SEG. Daar zijn we schoonlid verplicht natuurlijk om een heleboel informatie op te slurpen. Maar dan lees je ook anders. Hè? Dus ik lees een dossier van de SEG 3 keer zo snel als een literair boek. Leg nog even uit wat de SER is en wat die precies doet. Heel kort even. SER is eigenlijk georganiseerd via 3 pijlers. Eerste pijler. Sociaal-economische raad. Sociaal-economische raad. Hè, dus eigenlijk veel meer, laat ik zeggen, de woonkamer van de polder. De werkgevers enerzijds, de werknemers anderzijds. En dan benoemde kroonleden in derde instantie. En wat doet dus eigenlijk een kroonlid? Die is het oliemannetje van de polder. Als er in de verhouding tussen werkgevers en werknemers ergens een irritatie gaat ontstaan, of men heeft bepaalde plannen, het loopt niet zo lekker, lopen wij eigenlijk als een oliemannetje rond om iedereen zoveel mogelijk objectieve informatie te geven, om werkgevers een keer te zeggen, luister eens goed naar die werknemers wat ze willen. He, dus niet meteen maar zeggen van, dat is niks, daar beginnen we niet aan. Luisteren naar elkaar en proberen dan ook als het ware te komen tot een oplossing waar de hele polder mee gediend is. En dat is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Vooral verbinding zoeken. Met hoog en laag, werkgevers, werknemers, alle problemen in goede harmonie oplossen. Want je moet je wel realiseren, en dat zou ik niet nadrukkelijk genoeg kunnen onderstrepen, dat je vooral je moet realiseren dat samenwerken geeft altijd een bonus. Polarisatie geeft altijd malus, geeft altijd ellende. U in de advocatuur weet daar alles van. Als mensen ruzie gaan maken, dan zijn er altijd verliezers. Probeer elkaar toch wat meer te omarmen en te komen tot goede oplossingen. En dat is die instelling waar ik een groot voorstander van ben. En die motiveert mij ook in hoge mate om telkens heel veel tijd in die SEG te stoppen. En niet zozeer langs technische wegen, maar verbinding te creëren tussen de mensen onderling. En ook, dat is in wezen wat in het boek ook gebeurt. Ja. En dat is niet saai, dat is heel vaak om te lachen, om plezier bij te hebben. Dus de fiscaliteit is voor mij, maar dat zal bij u hetzelfde zijn, het mooiste beroep dat je kunt voorstellen. Maar gewoon, dit is eigenlijk iets voor het nieuwe kabinet om dit op zijn bordje te nemen. Ja, laat ik dat nadrukkelijk hopen. En dat dus in dat versplinterde landschap, want hoeveel partijen zijn er, dan wordt het nog moeilijker om tot een overeenstemming te komen. Ja, dus ze moeten het belang ervan inzien dat je mensen heel ontevreden maakt als je het houdt zoals je het hebt. Ja, bij belastingen is het altijd een kwestie van samenleven, samen kiezen,
en samen dokken. En dat hangt allemaal met elkaar samen. En je moet je altijd realiseren dat je ook samen de rekening moet willen betalen van wat je gezamenlijk wil. En dan moeten politici moeten dat ook beseffen. Die moeten verbinding zoeken met elkaar. En ja, in de verkiezingsstrijd lijkt het soms een gepolariseerd spektakel dat opgevoerd wordt. En die moeten dus, nadat wij als kiezer hebben gekozen, moeten ze dan vervolgens aan de formatietafel weer proberen alle wonden die veroorzaakt zijn weer te helen en dan tot iets moois te komen. Ik ben van mening dat je altijd wat meer nuance moet zoeken in het leven. Wordt u daar nog bij uitgenodigd? Ja, heeft u nog invloed op dat beleid? Het lijkt zelfoverschatting als ik zeg ja, maar ik bemoei me daar zeer nadrukkelijk bij, terwijl ik geen enkele politieke binding heb. Maar nou ja, donderdag sta ik in Den Haag voor de Nieuwe Kerk, dus bij Elsevier-debat, met de 8 grootste partijen, althans de fiscale woordvoerders daarvan. En dan ook de lessen die je als fiscalist kunt verstrekken. Dus met de beste bedoelingen hun voorhouden en zeggen, verander nu iets aan die regelgeving waardoor die meer geloofwaardiger wordt. Dichter bij de mensen komt en dat de mensen het ook meer voor de hand liggend vinden. Een belastingheffing naar draagkracht betekent dat je bij gelijke inkomens hetzelfde bedrag moet betalen aan belastingen. Ja. Dan kan ik niet uitgelegd krijgen dat als je dus als gezin 40.000 euro inkomen hebt op jaarbasis, maar het ene gezin heeft de werkzaamheden verdeeld, dat één partner alle werkzaamheden doet en de andere de verzorgende activiteiten doet. En de tweeverdienergezinnen die hebben het mogelijke wijze verdeeld in 20.000. Waarom moet dan dat alleenverdienergezin door de progressie die in het systeem zit 12 procentpunten meer belasting betalen dan het alleenverdienergezin? Dan het tweeverdienergezin. Ja. Dus je creëert ongelijkheid. En dat bedoel ik ook. Dus dat men zegt, wij willen kennelijk in de economie stimuleren dat mensen, ongeacht wat ze zelf willen, maar zoveel mogelijk deelnemen aan de arbeidsmarkt. Als je dat niet doet, dan word je fiscaal gestraft. Maar dat is een andere invulling van het belastingssysteem dan voortvloeit uit de belastingheffing naar draagkracht. Want dan is het gelijke beginsel. Maar heeft Wiebes, omdat hij aanvankelijk wel van plan was om het stelsel te hervormen, heeft u nooit een telefoontje gehad van meneer Stevens, kom eens praten, want ik wil het heel graag horen hoe u nou dacht dat het eigenlijk opgelost kon worden, de problemen waar we in zitten? Ja, een mens heeft één mond en twee oren. En dat betekent dat, dat is niet voor niks, dat eigenlijk de natuurwet leert dat mensen veel beter zouden moeten leren luisteren. Dat is heel mooi gezegd. Ja, en dat is het minst ontwikkeld. Dus en dat is in de politiek natuurlijk heel, heel sterk. Maar ik maak me er ook schuldig aan. Dus in dat opzicht geldt het voor mij ook. Want wij staan maar in de collegezaal ook te praten. Dus dat is... In het algemeen, en dat vraag ik dan misschien aan jullie alle twee. Zitten er niet veel te veel beleidsmakers die eigenlijk veel te weinig van hun onderwerp afweten? Is ik dat... Ja, dat is eigenlijk... Of moeten jullie daar dan, zoals ze dat noemen, een politiek correct antwoord opgeven? Het is ook niet helemaal zo. Er zijn heelkundige mensen op die plaatsen. Maar het heeft ook te maken met de politieke haalbaarheid waar ze mee moeten werken. Ja, de politieke haalbaarheid, maar onrechtvaardigheid. Ik zou zeggen, dat is iets waarvoor we... de mensen hebben en ze zijn er toch voor de mensen. Iedereen snapt dat je belasting moet betalen voor algemeen, dingen waar we allemaal wat aan hebben. Maar als dat heel onrechtvaardig gebeurt, dan verlies je toch al je vertrouwen als je een land moet leiden. Ja, ik denk dan moeten toch de allerbeste mensen zitten.
Ja, maar er zijn ook mensen die hun stinkende best doen, ook in de politiek. Ja. Hè? Die maken werkuren, dat is vreselijk hoe hard dat die moeten werken. Dus ik zou die twee dingen ook willen ontkoppelen. Als wij het voor het zeggen zouden hebben, zouden we misschien wel zeggen... Nou, ja, dat is misschien een mooie vraag. Als jullie het voor het zeggen zouden hebben. Ja, kijk, dan zou ik inderdaad... En dat, als ik die kans krijg, zal ik dat aanstaande donderdag ook bij dat Elsevier-debat ook al meteen doen. Als 50-plus daar komt vertellen dat de pensioengerechtigde leeftijd terug moet naar 65 jaar. Dan zeg ik, dat kun je niet menen. Want dat is gewoon volstrekt onbetaalbaar. Dat kost ons 8 miljard. Wil je dan alsjeblieft ook even... ernaast leggen waar je die 8 miljard vandaan haalt. En dan keer ik weer terug naar die werkvloer, hè, die ondernemer. Als die iets wil en legt dat voor aan de besluitnemers, dan vragen die ook, en hoe kom je aan de centen daarvoor? En hoe degelijk is het? Dit zijn gewoon ondoordachte plannen. Helemaal gefixeerd door één doel, dat dienen wij. En men gaat dan ervan uit dat er een heleboel mensen... leeftijdsgenoten van ons, die dan zeggen, oh ja, maar die komt voor ons op. Ja. Nee, wij moeten af van dat idee dat je een bepaald segment in de samenleving moet bedienen. Maar je moet de ouderen niet opzetten tegen de jongeren en de jongeren niet tegen de ouderen. En je zult gewoon een visie moeten ontwikkelen waar iedereen optimaal aan zijn trekken komt. Nou, en dat is het belangrijkste wat jij in het begin ook zei, de advocatuur... Maar ook in de fiscaliteit, die rechtsstaat. He, dat rechtsstatelijke fatsoen overeind houden in de samenleving. He, dus als mensen gaan vertellen, via het scherm van de tv, dat die rechter, dat het maar een neprechter is, dan vind ik dat vreselijk. Daar krijg ik een spontane weerzin tegen dat soort uitspraken. Die dan eigenlijk, dat hoor je ook van Trump, hè, dus de zogenaamde rechter. Het is niet een zogenaamde rechter. Het is gewoon de machtenscheiding. Laten we ontzettend blij zijn dat je enerzijds de wetgever hebt, dat je de uitvoerende macht hebt en dat je onafhankelijke rechters hebt in dit land. En die zullen allemaal hun eigen spel moeten spelen. En als iemand zich boven... Die tripartite organisatie, de trias politica, daarboven verheft, dan spreken wij van een dictator. Ja. En daar heb je altijd, binnen de kortst mogelijke periode, heb je daar ellende mee. Dus dat is heel erg belangrijk. De belastingheffing, de inspecteur van de belastingen, is ook niet erop gericht om zoveel mogelijk geld binnen te halen, wat men doorgaans denkt. Hij moet gewoon de wet uitvoeren. Hij is eigenlijk al rechter in eerste lijn. Hij moet aan u zeggen, mevrouw, u heeft die aangifte gedaan, maar ik zie dat u toch een fout heeft gemaakt in uw eigen nadeel. Dat corrigeren wij. Hij moet de wet uitvoeren. Hij moet er niet het maximale uithalen. Hij moet rechtsbedeler zijn. En dat moet je, denk ik, ook de wetgevende macht inprenten. Dat je zegt, dat is jullie taak om uitvoerbare wetten te maken. Wij zijn al bijna aan het eind van onze uitzending gekomen. Ik ga nog even naar Emilie toe. Nee, we zijn nog lang niet met u klaar. En wij horen nog... Wij gaan nog klinkt bedreigend. Veel, wij gaan nog heel veel van u horen. Wat een passie voor uw vak. Emilie, kan je als deken... Want je werkt samen, hebt een advocatenkantoor, werkt samen met Kroon en Partners. Oefen je je functie van advocaat op het ogenblik ook gewoon uit? Nee, gewoon niet. Want nou, gewoon suggereert dat ik een fulltime praktijk zou hebben. Ja. Het kantoor heeft een andere naam, het heet Blue Legal tegenwoordig. En daar ben ik aan verbonden. Dat betekent dat ik daar, ik zeg zelf altijd, nog met een grote teen binnen zit. Ik ben daar... Probeer daar minstens 2 keer wekelijks te zijn, omdat het ook belangrijk is om als deken onderdeel uit te maken van je balie en te weten hoe het is om nu in de praktijk te zijn, om je heen te ervaren. En ik ben nu in mijn 7e dekenjaar en stel dat ik 7 jaar geleden weggestapt was van kantoor, hoe had ik dan nu kunnen weten hoe het is om vandaag advocaat op een advocatenkantoor te zijn. En jouw specialiteit is informatierecht en arbeidsrecht?
Nee. Oh. Ik heb, wij noemen dat ondernemingsrecht, maar wat we eigenlijk bedoelen is alle rechtsgebieden waar een ondernemer mee te maken krijgt. Dus mensen die bedrijven runnen, die hebben met allerlei rechtsterreinen te maken. En daar is ook wel een stukje arbeidsrecht bij, maar voor mij is dat hoofdzakelijk het ordenende. En inderdaad, intellectuele eigendom, daar ben ik ooit eens op afgestudeerd. Ja. Dus dat en heeft mijn eigen belangstelling. Op 1 juli neem je afscheid als deken. Ja, dat is en juist. Dat betekent, dat is vanwege een pensioengerechtigde leeftijd? dat is meer omdat de wet zegt dat je op een gegeven moment de maximale leeftijd bereikt hebt waarop je een bestuursfunctie in de advocatuur mag uitoefenen. Maar je gaat gewoon door als... Als advocaat zijn er geen eindbepalingen en adviseur mag je ook nog steeds blijven. Ook aan bestuur, je mag alleen geen bestuurder meer zijn. Wat voor dromen heb je nog, Emily? Oh, te veel om hier op te noemen. Precies wat jij al zei, hoeveel tijd heb je nog? Ja. Maar ook vooral voor de advocatuur heb ik die. Voor de toekomst van het vak van alle jonge mensen daarin. Die toekomst willen beleven als advocaten. En als onderdeel van dat spanningsveld binnen de rechtsstaat. Het spanningsveld van het theater. In de rechtszaal, in de wat wij de toga-driehoek noemen, de rechtsbedeling voor rechtszoekenden, met rechters, met officieren van justitie en wederpartijen. Ja, daar aan die toekomst, daar wil ik nog graag aan meedenken en helpen verbeteren waar we steeds aan het verbeteren moeten blijven. Net als in de fiscaliteit moeten we ook in de rechtsbedeling blijven nadenken om dat zo dicht mogelijk bij de rechtszoekenden en überhaupt de maatschappij te houden. Ik weet dat de Raad van Rechtspraak is daar ook heel hard mee bezig. Omdat voor hen, vanuit hun uitoefening van professionaliteit, zo dicht bij de burger te blijven. Dan heb ik nog 2 vragen voor jou. Ik kon je moeilijk te pakken krijgen, als ik je even wilde spreken. Want je was of op weg naar Brussel, of op weg naar het Hof in Luxemburg. Of naar Den Haag. Hoort dat gewoon bij jouw gewone werkzaamheden, dat je zo vaak daarvoor ook... Of is dat nu in verband met het afscheid dat je nog... Nee. Dat is omdat ik voorzitter ben van het Landelijk Dekenberaad. Ja, dus van die andere 10 dekens met mij... Die komen maandelijks bij elkaar, daar moet veel voor geregeld. En ik ben het aanspreekpunt voor iedereen met het dekenberaad of zeg maar de dekens wil spreken. Die doet dat doorgaans met de voorzitter van het dekenberaad. En dat ben ik dus al 1,5 jaar. En zo heb ik volgende week weer een gesprek met de directie Belastingen, waar wij periodiek mee spreken. Maar ook met het landelijk functioneel parket, met de hoofdofficier, het landelijk parket, met alle wat wij ketenpartners noemen. Nog een allerlaatste vraag voor jullie, want zo snel gaat dit. Wat doen jullie nou als jullie helemaal eens even niet met jullie werk bezig zijn? Wat vinden jullie dan de prettigste manier om te ontspannen en... Want jullie hebben misschien alle 2 kleinkinderen of een partner of jullie ook hele leuke dingen mee doen. Maar wat zijn er nog andere hobby's, meneer Leo? Ja, die zijn er zeker. Ik ben een tijd voorzitter geweest van de plaatselijke harmonie in Prinsenbeek. Dat was een geweldige ervaring, juist omdat je daar ook een samenleving in het klein ziet. He, dus je kunt alleen maar een mooi stuk uitvoeren. Wat leuk, had ik nou helemaal niet gedacht van zo'n meneer van de centen. Ja, maar dat is een van de misvattingen natuurlijk. Ja, en bovendien, als je in de Haagse polder vertelt over een harmonie, hebben ze ook een totaal verkeerd beeld van wat een harmonie is. Ja. Dus dan denken ze, dat is zo'n hoempa-orkest. Ja. Terwijl daar symfonisch prachtige muziek wordt gemaakt. En dat er mensen ontzettend hard op oefenen om die tonen precies te laten klinken zoals die componist dat heeft bedoeld. En zelfs de kweekvijverbenadering, maar dan zit je dus weer weg van de hobby, maar een andere variant. Maar je ziet dat het steeds terugkeert, dat daar nu net eigenlijk in Prinsenbeek bij het laatste concert een stuk wordt uitgevoerd door een jonge componist uit eigen geledingen, die dan ook dat stuk dirigeert. En dan is dat toch iets fantastisch. Dan heb ik iedere keer
het gevoel, wat kunnen wij toch trots zijn op dat land, hè, dat dat allemaal voortbrengt. Maar als je gaat fietsen in dit land, dat is ook een van de hobby's, dan, nou ja, mevrouw kan dat beamen, dan heb je heel vaak dat gevoel dat je zegt, wat hebben we het toch allemaal goed op orde. En dan kom je weer thuis en dan zet je de tv aan en dan begint het gemiezer en het gelamenteerd weer voor en af aan. En dan denk ik, ja, probeer ook eens creatief en constructief naar die werkelijkheid te kijken. Probeer daarvan te genieten. Nog erger wat me overkomt is dat veel mensen tegen me zeggen, zit jij nog altijd in de zeg en werk jij nog zoveel uren? Ja, man, ja. Je moet eens gaan genieten. En dat vind ik eigenlijk weer de keerzijde. Nou, dan zegt u, dat maak ik zelf wel uit. Nee, dan denk ik, geniet van dit werk ook. Ja, ja. Nee, maar dat... Dat is een voorrecht. Ja, dat is duidelijk. Dat ken ik. Ja, dat ken ik. Hoe zit het met jou? Wat doe jij graag als je... Ja, ik heb ook inderdaad precies wat Leo zegt al jaren, dat mensen zeggen, wanneer ga je nou eens leuke dingen doen? Ik zeg, nou, die doe ik godzijdank al mijn hele leven. En dat ben ik ook van plan om te blijven doen. En een van de dingen die ik heel heerlijk vind is... is het wonen hier in West-Brabant, waar wij het inderdaad heel erg goed en mooi hebben. En ik bof, want ik woon op een prachtige plek. En daar kun je alleen al, als je aan de keukentafel gaat zitten bij mij, kijk je over weilanden en bossen en dan komen er reeën langs en hazen zo groot als een hondje. En vliegen er buizerds in een soort flypast over het terras. En dan hoef ik eigenlijk verder nergens heen, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, ik heb ook kleinkinderen en daar wil ik ook graag heen. Ja. En jullie zijn bevoorrechte mensen. Ja, zeker. Ja, dat zijn we. Nou, dat kunnen wij wel constateren samen. Dat is een mooi slot van deze uitzending. Tot zover deze aflevering van Meis op Zondag. Op zondag 13 maart ben ik er weer. En dan met muziekensemble Famuse, waar de hele uitzending aan besteed zal worden. Omdat ik dacht, muziek is altijd pracht net voor de verkiezingen. Kunnen we allemaal even tot rust komen. Ik wens u allen nog een prettige zondag en tot dan. Dag.